Hallo en welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 48. Twee weken geleden zaten we hier ook. Logisch, want we doen dit elke twee weken. En we hadden weinig tijd, maar we hebben toch even wat producten bij elkaar gezocht om een update te kunnen maken. Dat wil zeggen dat niet alles helemaal nieuw is. Sterker nog, wat ik hier nu laat zien is al heel oud. Een hele oude truc ook. Maar we kregen van de week een nieuwe voorraaddatum binnen. En toen dacht ik, hey, wacht eens even. Die hebben wij nog niet laten zien in de update. Nou, je kan dit op diverse manieren presenteren. Ik doe het altijd als een alcoholtest. Wat bedoel ik daarmee? Nou, dit gebruikt de politie als ze mensen aanhouden 's nachts en ze kunnen niks meer lezen of niet meer. Dat is al te ver. Zeggen ze, nou, we gaan even testen hoe en wat. Let op, meneer en mevrouw, wie dan ook staat. Ik heb hier een witte fiche en een zwarte fiche. Let goed op. Rechts zit de witte voor mij dan, links zit de zwarte. Leon, waar zat de witte? De witte zat hier. Dat klopt. Hier zat de witte. Dat vroeg ik ook, hè? Waar zat de witte? Oké, maar we springen namelijk van links naar rechts. Let op. Waar zit nu de witte? Nee, dit is de zwarte, dit is de wet, zie. Nou zijn er natuurlijk mensen die zeggen, ja, maar ho even. Volgens mij heb jij gewoon twee fiches die aan één kant allebei wet zijn en aan de andere kant allebei zwart. Dat zou kunnen, maar dan had ik nooit zoiets als groen gehad, zie. Sterker nog, dan had ik niet alleen groen gehad, dan had ik ook geen blauw gehad. Had ik ook geen geel gehad en ook geen rood, zie. Dan hadden we alleen maar zwart en wit gehad. Maar nu hebben we hier vier totaal verschillende kleuren. Nou, dit is Color Deception. Ik zal even laten zien hoe de verpakking eruit ziet. Color Deception. Dus voor mijn show heb ik nou gedronken. Ja, maar dan gaan we even. Je dacht ja, dat ik niet mooi drinken. Even verhaal afmaken. Nee. Color Deception ontvang je compleet met uiteraard de fiches. Gemaakt van mooie messing. Dit is onze demo set. Ja, die is trouwens ook nog mooi hoor, maar die is al misschien al 5 of 6 jaar oud. Het ziet er nog steeds goed uit. Instructievideo in het Engels. Nederlands gebruiksaanwijzing in het Nederlands. Dus compleet met alles wat je nodig hebt. Is echt super simpel. Als je niveau zou moeten bepalen, zou ik zeggen beginnersniveau. Als je twee fiches op elkaar kunt leggen, toch? Ja, dan kun je dronken nog. Ja, dan kun je bij jezelf de test doen. Waarschijnlijk snap je het dan alleen meer. Kost €30. Helemaal compleet. Color Deception. Dan zag ik dat jij een mooie ring droeg. Heb het hier, en ik vind het wel heel verbazingwekkend, want ik heb Leon nog nooit met een ring gezien. En toen zei hij, ja, maar ik heb die ring omdat ik er iets grappigs mee kan. Ja, dat is geen trouwring. Nee, een trouwring zou je ook helemaal over je vingers schuiven, ja. Tot... Maar het mooiste van deze ring is, als het goed is, kun je die ring namelijk, als het goed is, laten verspringen van hier. Zo. Verdwijnt die. En dan zit hij op mijn middelvinger. Oké, dat vind ik meer dan, dan bijzonder. Dat is inderdaad heel vaag hoe dat kan. En wat ook kan, ja. Kijk, als ik die ring nou om mijn wijsvinger heb, ja. Dan kan ik hem ook laten verspringen zo naar mijn duim. Oké. Okay. En dat is een hele mooie ring. Odyssey. Helemaal oké? Ja, dan mag je kijken. Mooi gemaakt, ik zal het dus even bijpakken. Oké. Okay. Odyssey. Een Odyssey kost €45. Mm-hmm. Mooi gemaakt. Ja, je kan er nog veel meer mee. Maar je moet het goed oefenen en wij zitten hier, hoe zal ik het netjes uitleggen? Nou, het is sommige effecten zijn mooi als je het zo doet. En dan krijgen we bij ons of dit, wat raar uitziet, ja. Of alleen zit je heel ver naar achteren. Dus daarom hebben we even deze effecten laten zien die je naar boven op de camera kan laten zien. Er zijn 5 geloof ik, hè? 5 verschillende staan er op de, 5 staan er op de online instructievideo. Je kunt de ring op het einde laten onderzoeken. Kan ook in het begin als je wil, maar dan wordt het een beetje veel van het goede. Even voor de duidelijkheid nog. Ja. De ring had ik net niet helemaal hier zitten, nee, omdat ik grote vingers heb. Ja. Maar normaal gesproken kun je de ring helemaal hierover schuiven en dan laten verspringen. Ik zou de ring helemaal echt om kunnen doen, zeg maar. Dus je hebt inderdaad, goed dat je ook zegt, we hebben diverse maten. 21, 20, 19, 20 halve zoiets. Ja, dan zijn de Amerikaanse maten heb je ook, maar die hoef je niet te kiezen. Op de doosje staan ook Amerikaanse maten, dus bijvoorbeeld maat 12. Voor 21 mm. Ja, Odyssey van Theory 11. Theory 11 heeft tot nu toe nog nooit rommel op de markt gebracht. Dat mag ik best wel zeggen. Ze hebben altijd goede producten gehad. Er wordt gewoon heel goed over nagedacht voordat iets gemaakt gaat worden. Dat is absoluut zo. Het is gewoon een mooi ding en het is gewoon het geld waard. Kellen Morelli ook, die heeft ook een mooie ding. Die heeft ook Dresscode ooit uitgebracht. Nou, als er één artikel is wat we ook heel veel verkocht hebben in al die jaren, is Dresscode. Check even wat dresscode is. Het is dat je een t-shirt laat verkleuren. Als je dat niet kent. Dat is echt ook een heel cool ding.
Zouden we ook ooit een keer moeten doen eigenlijk. Maar goed, dat kunnen we alles laten zien. Odyssey. Odyssey. Inderdaad, 45 eurotjes. Ja, nu komt Sinterklaas eraan. En ik heb hier iets. Nou, als dat er vroeger was geweest toen ik een kind was. En ik had het gekregen, had ik echt gedacht, nou, dat is wel cool. Had jij vroeger een echte goocheltafel? Ja, wanneer vroeger? Toen jij begon met goochelen. Als kind, zeg maar, hè? Nee, toen niet. Had jij, nee, maar ja, dan zet je spullen op tafel neer. Nou, wat is er nu? Er is nu dit. Het is de Magic Table Goochel Kit, zeg maar. Nou, dat ziet er heel vintage uit. Dat is ook bewust zo gedaan. Nou, dit is nog de ingepakte versie. Maar dan komt-ie. Want deze hele set, in deze koffer zit alles in. En daar kun je dit van maken. Let op, ik zal het zien. Ik hoop dat die op beeld past eigenlijk. Waarschijnlijk gaat die boven beeld. Ja, het kan net. Ik kan net zeggen. Hier heb je pootjes. Het kan allemaal uit elkaar ook. En twee helften hier, het hout ook. Ik sla hem ietsje zakken, dan kun je het zien. Kijk, bovenop zit een koffer. De kant van de koffer laat ik hem misschien heel mooi hout. Sorry, even openmaken dadelijk. Ja, we kunnen hem. Is hij geschroefd of hoe zit hij? Deze zit goed erin gedrukt. Gedrukt. Dus kunnen eruit. Zit eigenlijk goed strak vast. Los op. Kijk, pootje kan even opzij. Poot kan dus helemaal in de koffer nog. Ja, ook nog mooi. Het is een houten koffer. Nou, als je die openmaakt. Dat is gewoon fantastisch. Nu zit er nog een vakverdeling in, omdat het allemaal nieuw is. Niet te geloven. Zie? Ik kijk even boven de camera, hoe het eruit ziet. Oké, heb je ook nog laten zien. Pakking. Dit kan er natuurlijk allemaal uit, die vakjes, als je dat wil. Dat hoeft niet, zit er allemaal wel vast in, weer gelijnd. Hoekje heb je, flying coins, verdwijnende munten, magic boomerangs, mini linking rings, een pedal, een productiebox. Cups en balls. Kaartspel, cups en balls en een boekje, zodat je alles bij elkaar maar liefst 150 trucs kunt vertonen. Nou, het coole vind ik echt dat dit dus gewoon een goochelkoffer is. Kijk, deze vakverdeling zit er los in, dus dan kun je eruit halen en desnoods alles erin leggen. Toch? Ik vind het cool. 59 euro voor de hele set. Dus met de koffer, met de poot en alles erbij. En alles past erin, dus kun je ook makkelijk meenemen. Het is dat die zo laag is. Anders zou je als volwassene dit nog kunnen gebruiken. Ja, dan zou je misschien iets moeten bedenken dat je er een ander pootje op maakt. Bijvoorbeeld dat je op zo'n statiefje van ons is. Het is een ijzeren statiefje. Kan ook. Dus dat is de Wooden Table Goocheldoos. Wooden Table Magic Kit van Fantasma Magic. Voor 59 eurotjes. Pak ik ze even terug in elkaar. Zo. Heb jij nog iets? Ik heb nog iets leuks, René. Mooi. Ik heb hier twee pokerfiches. Een groene. En een blauwe. Ja, dat heb je goed gezien. Dus ik ben niet dronken. Ik heb een bril. Oké, dan wil ik een vraag om de hand open te doen. Doe de blauwe in de hand. En de groene, dan mag je hand sluiten. Maar het mooiste is, wat René niet weet, is als het goed is, heeft hij een gat in de hand. Die aan de onderkant, maar hier. Ja, ik niet, maar ik ken wel mensen die dat aan hebben. De bovenkant, zie je dat? Dan kun je zo de blauwe eruit halen. Maak je handen zo, trouwens. Ik zit niet in een complot. Oké. Dat is een mooie. Dit is een. Ja, dit heet. Ja, dit heet. Ik zal even het zakje erbij pakken. Ik weet niet hoe het heet, nou wacht even af. Ja, green and blue heet het. Nee, de Scotch and Soda is het eigenlijk, maar dan gemaakt van pokerfiches. We hebben dit ook met munten en euro uitvoering. Dan heb je bijvoorbeeld een euro en 50 cent. Kun je hetzelfde mee doen als wat we nu hebben. En dit is met pokerfiches. En kost 45 euro. Ja, 45 euro. Met online instructievideo. Goed gemaakt, zoals we dat van Tango Magic gewend zijn. Je krijgt ja, alles wat je nodig hebt, zeg maar, om te doen wat wij net hier deden. De Scotch en Soda Magnetic. Leuk ding. En je kan er ook meer mee. Hè? Je kan de twee munten onder een glas leggen. Ja, en dan eet je uit glas schuif je. Dan verdwijnt je uit de lucht plukken. Wat dan ook. En verdwijnt. Heel veel mogelijkheden. Heb jij nog wat leuks, René? Ja. Helemaal nieuw. Zo vers dat ik ben aan het denken hoe ik het ga aanpakken. Gewoon zo. Serieus. Ik heb hier namelijk een doosje lucifers. Zet ik even hier neer. Een spel. Kaarten. Dit spel, ik ga even een beetje schudden, want het is nog echt helemaal nieuw. Ik heb net even het doosje opengemaakt. Zo, het gaat over het idee. Ik ga zo een beetje schudden.
Hey, wil ik goed schudden. Ja, maar het gaat erom dat je echt schudt. Daar staan wij. Dat was niet jouw kaart. Nee, je hebt niks gekozen. Okay. Schud de kaart even goed op elkaar, daar gaat het om. Wat gaan we doen? Jij mag zo meteen zelf ergens stop zeggen waar je zelf wil. Stop zeggen waar ik zelf wil. Stop is genoeg eigenlijk, maar oké. Okay, daar komt hij. Zeg maar stop. Stop. Ergens stop, mag je even de kaart pakken. Ja, oké. Zet even je naam op de voorkant van de kaart. De voorkant is de kant. Ja, ik ga hem even omdraaien. Dan kun je mensen boven op de camera ook zien. Want ik zou hem daar op de camera kunnen zien. Ik ga eens proberen om op de kop mijn naam te schrijven. Het gaat ook nog redelijk goed ook. Ik ga de kaart van de tafel, dat hoeft trouwens niet. Ik ben niks stiekem. Ja, ik heb de kaart al omgedraaid, dus je kunt er kijken. Kijk. Mooi zo. Het leuke is dat jouw... Ja, je hebt hem met schrijven, maar laat me even zien voor zekerheid. Ja? Ja? Goed. Mag de kaart eigenlijk terugleggen hier in het spel waar je zelf wil. Dan ook opnieuw, zeg maar waar je zelf wil. Stop. Stop. Kijk. We gaan de kaart schudden. Dat kan op een aantal manieren. Je kan schudden met stapeltjes. Je kan schudden door te ruffelen wat je zelf wil. Nou, het idee is het volgende. Ik ga proberen jouw kaart uit het spel te laten verdwijnen. Nou ben ik daar niet... heel erg goed in. Het gaat als volgt. Knip in de vingers. En als het goed is, is jouw kaart volledig uit het spel verdwenen. Ik ga laten zien. Zit jouw kaart nog in het spel? Doe het zo weer. Nee. Hij zit niet meer in het spel? Nee. Echt niet. Dat doosje hier, heb ik dat nog aangeraakt? Nee, hè? Nee, nu wel. Nu wel. Ik zal het met één vinger open drukken. Want in het doosje zit namelijk, zie je, één kaart, dan kan het drukken, maar niet uit. Zit namelijk één kaart in. Een opgevouwen kaart. Wat gaaf is, als je die kaart eruit haalt, zeg ik dan eruit pakken zo. Zie? Heel ver. Mag jij de kaart gaan zelf even openvouwen? Nee. Toch wel. En dat is jouw kaart. Nou, de eerste keer dat we dit doen, dat is helemaal heel nieuw, ik kwam gisteren binnen, dus dit is Burn Notice. Burn Notice. Burn Notice, moet ik even kijken wat die kost, €32,50. Krijg je compleet met het Lucifer doosje, met online instructies. Dit is een mogelijke routine. De kaart komt er opgevouwen in. Dat betekent dat je hem wel moet opvouwen op een moment. Of in de instructies online staan ook enkele routines waarbij je de kaart niet stiekem hoeft te vouwen. Heb ik hem stiekem gevouwen? Ja, ik heb hem stiekem gevouwen, want staat hij niet opgevouwen in het doosje. Dus er zitten routines in waarbij je dat niet hoeft te kunnen. Moeilijkheidsgraad. Hij is niet moeilijk. Dus wat dat betreft heel makkelijk. Ik zou hem over kunnen doen nu. Omdat ik hem nu bedenk dat ik nog mooier zou kunnen. Maar dat ga ik niet doen. We laten het lekker zo puur als het nu is. Burn Notice. Ja, van Takel. Tekel. Geen idee hoe je hem noemt. Het Engels zou geen Nederlands naam zijn. 32,5. Online video instructies plus een doosje. Gebruik je eigen kaartspel. Ja, we kunnen er heel veel over vertellen. Maar we kunnen zeggen dat er al 100.000 versies zijn van de Card to Box. En dat er heel veel doosjes zijn als je neerzet en mensen zeggen, wat is dat voor een doosje? Dan moet je uitleggen, ja, dat geen idee wat dat normaal voor is, maar ik gebruik het in ieder geval voor mijn truc. En dit zou nog logisch zijn. Mooi gemaakt. Waar ik vanmorgen aan dacht, trouwens, heb ik niet gedaan. Gaat ook ver, maar dat was ik aan het denken, dat staat niet op de online instructies. Toen dacht ik, zal ik het doen, een update? Nee, daar hebben we geen tijd voor om dat te doen. Had ik willen beginnen met een doosje lucifers, dat je ook schudt dat je een doosje lucifers hoort. Je zet het neer, je laat de kaart kiezen, de kaart verdwijnt uit het spel, komt in het doosje, in dit doosje, de lucifers zijn er dus uit, dan pak je het kaartdoosje, daar zit dan de lucifers in, die schud je eruit. Dat had ik nog zitten bedenken, dat hadden we kunnen doen, maar was er meer voorbereiding geweest. Als je dat idee wil hebben, vraag het mij, want ik heb in gedacht hoe ik dat zou kunnen doen. Nou, Burn Notice. Mooi, mooi. Ja toch? Mooi dingetje. En niet duur voor een kaartenbox effect. Volgens mij de helft van alle andere. Nou heb ik toevallig nog wat meegenomen. Toevallig? Ze doen een kracht achter je oor hier dat. Hoppa. Ultra Dancing Henk. Oké, dat was mijn schoen. Ultra Dancing Henk is een hulpmiddel, gimmick zeg maar, om een doek te laten zweven achter een doek. En het ziet er heel mooi uit. Ik weet niet of ik hier een video bij kan plaatsen. Ja, doen we dat hieronder en zo maken. Wat er dus gebeurt is, je kunt een doek in een fles duwen. Je hebt zelf een doek vast en dan vliegt hij vanuit het fles. Zie je hem door mooie dansen en dan vliegt hij in één keer naar het doek toe. Voor het doek, achter het doek. Als je een jasje aan hebt, kun je hem ook nog in je borstzakje laten bewegen. Je kunt hem achter je hand laten bewegen zonder doek. Hij kan op de grond dansen? Ik kan op de grond dansen. Ja, het is gewoon een
een doek wat echt leeft, zeg maar. En dat vind ik mooi hier aan. We kunnen dit nu niet laten zien. Leon kan een gedeelte van de routine. Maar we zeiden, het is zonde als we maar de helft kunnen laten zien. En dan alsnog de video moeten draaien. Dan kunnen we het beter goed op video laten zien. Want het is een heel mooi ding. Hè. Origineel is ooit de dancing gang was van Don Wayne. Die had de eenvoudige versie achter de doek. Op de rand van de doek. Maar dit is inderdaad de, nou ja, de naam zegt het al, ultra. Heel gaaf. En we hebben een zeer interessante prijs. 199 euro. Ja. En wat krijg je? Het doek, de gimmick? Je krijgt alles wat je nodig hebt. Alles wat je nodig hebt. Zelfs de batterijen. En dan zeg je, denk jij, batterijen? Ja, zelfs de batterijen. Want je hebt batterijen nodig. Hè. Uiteraard met een DVD-instructie erbij. En het mooiste is, dit zou je eventueel op 2 meter afstand zou je dit nog kunnen doen. Ja. Maar ik zou het eigenlijk om stage doen. Of saloon zou doen. Kunnen. En er zijn een aantal zeer bekende goochelaars die dit combineren dan nog met andere zwevende doekeffecten. Je hebt de Extreme Hank. Niet standaard in het sortiment, maar als je interesse in hebt, kunnen wij ook leveren. Dus de doek in de fles die danst. Zeg maar in de fles, en die fles kun je door het publiek lopen. Je kunt hem iemand in het publiek geven, en terwijl ze de fles vast zouden dansen. Volgens mij kun je dat combineren met Deck TR, heet dat volgens mij. Kan ook, ja. Je kan het met heel veel dingen. Met een ITR Boss ook. Want er zijn wel vaktermen die we nu eruit gooien. We hebben, de ITR Boss kun je hier ook mee combineren. Dan kun je de doek zelfs, als jij hier staat. Tussen de fles en daar zijn je tafel. Ja, de doek kan gewoon op en neer blijven vliegen, ook van links naar rechts. En die kan dansen tussen jou in op de grond. En op het moment dat jij wil, komt hij naar jou toe en dan achter de doek en noem maar op. Wat ook leuk is, dat zou je ook kunnen combineren met dat Dancing Hank. Dit is Dancing Hank. Ja, maar ik bedoel van Daniel? Ballerina Hank. Ballerina Hank, ja. Dat zou ook kunnen. Je zou een doekje kunnen pakken. Als je dit bijvoorbeeld in je koffer klaarlegt. En je pakt het doekje uit je zak. En dan begint eerst de hand. Dan dansen ze je hand. Dat vliegt naar de koffer wellicht of zo. En dan pak je de doek erbij. En dan gaat hij daar verder. Zo, dat zou kunnen. Ja, kan ook. Ook een goed idee. Ballerina Hank, inderdaad. Hou ook nog. Van Tenjo. Prijs, weet ik niet in mijn hoofd. Ergens in de tussen de 20 en de 30. Laten we daarop houden. Maar ik zal hem even hieronder in beeld zetten. Zo, dat was heel veel informatie. Wat eigenlijk over de Ultra Dancing Hank ging. Maar dat maakt niet uit. Wij zijn liever compleet dan niet compleet. En dan hebben we nog één dingetje. Let op, wacht. Sjaak erbij. Eén spel kaarten. We hebben een kleinere mat hier. Vandaag. We wachten op een nieuwe grote mat. De andere grote mat is verkocht. Iemand wilde per se onze update mat hebben. Dus die is verkocht en dat maakt niet uit. We moeten het even doen met een kleiner matje. Leon, jij mag een kaart kiezen ergens in het spel en ik geef jou een vrije keuze. Dat wil zeggen, je mag ergens stop zeggen waar jij zelf wil. Ergens stop zeggen waar ik zelf wil. Ja. Daar ja. Kijk je kaart even. Ja. Ja? Ja. Ja. Okay. Je mag de kaart zelf ergens in het spel terugleggen waar je zelf wil. Daar? Ja. Ver? Ik zal het wel zien. Ik zal het echt niet spieken. Okay. De kaart gaat terug in het spel. Ik ga jouw kaart, nou, ik ga de bovenste kaart laten veranderen in jouw kaart. Ik ben daar zo zeker van, dat ik jou wil vragen om je handtekening op de kaart te zetten, zodat ik hem niet meer kan verwisselen. Zo, oh, ik ben er de eindjes. Je hebt zelf een kaart gekozen, de kaart is in het midden van het spel gegaan. En als het goed is, is dit jouw kaart. Nee, dat is hem niet. Dat is hem. Was dat hem? Dat is hem. Schoppen 7. Nou, oké. Okay. Nou, dit is een manier om Smoke 2.0 te vertonen. Wat is Smoke 2.0? Smoke 2.0 is een manier om rook te produceren uit je mond. We hebben dit een keer over gedaan al, want de eerste keer kwam er zoveel rook uit mijn mond en uit mijn oren en uit mijn neus dat het een ding is was. Ja, je hebt hier ook een aantal verschillende mogelijkheden mee. Eric Jones was jaren geleden hier, hè? Weet je nog? Was je ook bij? Die deed hem heel mooi, vond ik. Die deed hem heel mooi ook. Kan hier trouwens ook nog mee, die routine. Staat niet in de instructies, die routine erbij. Maar dus, een onzichtbare sigaret draaide hij, stak hij aan en dan kwam er ook uit zijn mond. Wat is het verschil? Ja, we willen eigenlijk niet verklappen hoe het werkt. Maar wat is het verschil tussen de 1.0 en de 2.0? Dat je
met deze uitvoering een handtekening kunt zetten. Oh ja, dat is logisch. Nou, de gimmick. Ja, ik kan het moeilijk verbergen. De gimmick heeft alles te maken met de Sharpie. En de oude uitvoering had je een Sharpie. Maar als je een handtekening wilde laten zetten op een kaart, om welke reden dan ook, had je extra Sharpie nodig. Dat hoeft bij deze niet meer. Dit is een werkende Sharpie. En tevens de gimmick om rook te produceren, toch? Uit je oor als je wil. Ja, als je goed het uit je neus ook en alles. That's it. Smoke 2.0. Kost €89, compleet met video-instructies. Alles wat je nodig hebt voor honderden keren rook. Oplaadbaar via USB. En hoe oud moet je zijn? Ja, in principe het is een nicotinevrije rook. Dus we kunnen zeggen je moet 18 zijn, maar ja, in Nederland zijn er nog geen regels voor dit type rook. In Amerika is dat wel, maar hier is dat nog niet. Komt wel, heb ik gehoord. Dus kom snel. Ja, kom snel als je hem nog wil hebben. Smoke 2.0. Ja, dat is onder van die kaart nu natuurlijk, hè? Maar goed. Oké, Smoke 2.0. Binnenkort, volgende week. 9 oktober. Gaan wij naar? België. Naar België. Naar? De Belgisch Magic Federation. Naar? Zeg ik goed, veel voor was het? Dacht ik omhoog. In ieder geval de Belgian Magic Federation, of Federation, net wie Frans en Engels eigenlijk uitspreekt. Die hebben op 9 oktober in, volgens mij is het Vilvoorde, hebben ze de BMF, dus Belgian Magic Federation, dag. Verschillende artiesten, ik kan ze zo niet in mijn hoofd opnoemen. Maar check even de website, Belgian Magic Federation, volgens mij .be.com. Daar vind je alle info over die dag. Er zijn veel lezingen, is een avondshow. Wij zijn er als dealers, er zijn heel veel andere dealers ook nog. Dus mocht je daar naartoe gaan en je willen daar iets meenemen, dat kan natuurlijk altijd. We brengen graag voor jou mee. Bel even of mail. Of ja, bel, mail of stuur het met een duif of wat ik wil weten. Ja, fax werkt niet meer, dat ook niet meer. De week erna, 15 oktober, is er de Magic Surprise Day van Gogo Club Aladdin in Zwolle. Dus als je zegt, nou ik ga daar naartoe of ik ga daar ook naartoe, daar zijn we weer. Dus je komt niet zo makkelijk van ons af. Wat zeg je? Ik zei dat is een verrassing. Dat is een verrassing, daarom is een surprise ding. Ja, ja. Maar dat is geen verrassing meer. Nee, het verklapt. Maar goed, daar zijn we ook. Het is hetzelfde verhaal. Als je iets nodig hebt of je wilt dat iets meebrengen, dat je het wilt bekijken of wat dan ook, laat het even op tijd weten. Ja, dan het zou, zonde als je aan de stand staat. Het gebeurt helaas nog al te vaak en zeggen mensen, mijn briefje, ik had graag Huppel de Pup. En dan zeg ik, nou, Huppel de Pup hebben we vandaag niet bij ons. Zeg maar, als je dat even laat weten, hadden we het meegenomen. Oh, dan doe maar deze. Ja, die hebben we ook niet bij ons. En dat is zonde. Want als je het van tevoren weet, en nogmaals zit er geen verplichting aan vast, we pakken het in, we nemen het mee. We nemen net zo graag, dat niet, maar we nemen het ook weer mee naar huis als je die koopt. Of we leggen het op de stand, dus dat is totaal geen probleem. Dan nog, 19 oktober, Nathan Crenzo lezing hier in de winkel. Ook heel commercieel, heel goed. Dus zorg dat je daarbij bent als je van close-up, kaarteffecten en dat soort dingen allemaal houdt. Goede lezing, goede aanrader ook. In november komen er nog meer lezingen, daarover de volgende keer meer. Volgens mij is het best een hele korte update, dus met Leon zitten we altijd korte updates. Ja, ik doe mijn best. Ik wil niet zeggen dat ik Marcus Schultz geeft lange updates, maar op de een of andere manier... Nee, ik zeg niet dat het jou ligt, maar de updates zijn korter met heel veel dingen erin. Maar het kan ook zijn dat we toevallig dingen doen waar minder over te vertellen valt. Dat kan. Ja, of we moeten heel snel achter elkaar gaan praten, kunnen we hem nog korter maken. Sorry, kun je dat even herhalen? Ik zei, we kunnen ook nog sneller praten. Dan gaat het nog sneller. Dan zijn we eerlijk klaar. Ja, dat zullen we niet doen. Mensen! Dit was hem. Oké, goed hè. Tot de volgende keer. Doei.